winter, begin vorige winter eigenlijk, kwam er een bericht binnen van een van onze verhuizers. Die vroeg van, hebben wij als Mondial Movers geen eigen wintermutsen, want nu wordt het koud? Nou, die hebben we niet. Toevallig stond in diezelfde periode in de krant een stukje over grannies. En dat waren hele aardige oude dames. En die breiden truien en die truien hingen in winkels. Ik denk, nou, als er dames zijn die truien breien, dan moeten er ook oudere dames zijn die mutsen willen breien. We werden gebeld door Mondial Movers of wij een breiclub hebben hier in Huizensteindels. Ja, natuurlijk hebben wij een breiclub. We hebben heel veel dames in het huis. En of we mutsen wilden breien voor de chauffeurs. Nou, natuurlijk wilden we dat. We hebben een hele grote groep aan het breien zijn geslagen. En ja, die waren heel gelijk enthousiast te krijgen hiermee. Toen zijn we vervolgens wol gaan kopen bij de plaatselijke wolwinkel. Nou, die mevrouw die schrok. Vond, ja, wij kwamen wel voor 1000 bollen wol in blauw en groen. En dat had ze niet op voorraad. Maar uiteindelijk werd dat toch geregeld. Het was heel leuk om al die wol binnen te zien komen. Die mensen hadden echt zoiets van, jee, moeten we al die mutsen gaan breien? En ik zei, nou, dit is pas het begin. Ze wisten nog niet dat er nog een berg wol zou komen. En nou, om het een beetje aantrekkelijk te maken voor de tehuizen, had ik gezegd van, nou, dan betalen we ook nog 3 euro per muts, per gebreide muts. Hè. Dan hebben de dames iets voor hun werk. En uiteindelijk kregen we nu het zover dat de mutsen terugkwamen en dat we de balans op konden maken qua geld. Dus nou, ik ben met een aantal checks naar de tehuizen gegaan om daar geld uit te delen. Hier in dit tehuis is er gespaard voor geluidsinstallatie, maar we zijn ook in het tehuis geweest. Daar hebben ze van dat geld weer knotten wol gekocht. En dan dachten we, nou, wat moeten ze hier nu mee? Roze, geel, fluo, groen. Maar en dan konden de dames uitleggen, dat was nou eens een keer lekkere, moderne wol. Daar gingen ze truien voor breien voor kinderen in Roemenië. En toen pas werd ook duidelijk eigenlijk hoe leuk heel die keten was. En wat die ene verhuizer in gang gezet had bij ons. Nou, als je dan kijkt hoeveel stappen dat het geweest is. Hoeveel mensen dat er blij geworden zijn van ons besluit om voor de verhuizers mutsen te laten breien. Nou, prima.